Wakanda, nome Caruso Brenimu Ai, Libisviti Nangayu Brada, Yep, you see, Sateno Tute, Bikagado Lerimi, Sana Lu. Oh.
Als je gaat, doe je dan voor
partner en zusjes die willen ook voor de rug. Die zijn hier. Graag aanwezig, familie en vrienden van mijn vader. Ongeveer 2 weken voor mijn vader zal te lijden dat hij naar boven gegaan. Ik had reis en om vandaag voor me meegenomen. Dat is aan me gegeven. Ik vertelde hem dat ik lekker in mijn bel zat. Dat ik het echt niet meer zou zitten, maar werk in mezelf. Mijn vader gaf mij hier een wijze advies mee, waarmee ik mijn situatie zou kunnen verbeteren. Op een of andere manier voelde ik dat het onze laatste vader in het gesprek zou zijn. De volgende dag stuurde ik hem een mailtje waarin ik hem bedankte voor het gesprek. En vertelde hem dat het mij goed heeft gedaan. Ik sluit mijn verhaal af met zijn antwoord op mijn mailtje. Hi dame, jij ja, ook bedankt dat je aan me wilde luisteren. Ik heb bloed geprikt vandaag en voel me beter dan gisteren. Ik hou van je en ga zo door, op zoek naar de beter. Wees niet bang voor voortgang, wees enkel bang voor stilstand. Ondertekend, je pa, je vriend. Goedemiddag iedereen. Vandaag is precies een week geleden dat ik mijn afscheid genomen van mijn vader en mijn beste. Een maand geleden heb ik een stage gelopen en daar ging ze zo'n ontmoetingscentrum voor studenten te delegeren de avonden. Ook daar was mijn vader natuurlijk. En Roos Bennen, een programma-coördinator van de AGSEWA. Die al lang van de studenten op vakantie die vandaag graag aanwezig wil zijn. Die heeft me gevraagd om voor de dag van elkaar is ze heeft een mail gestuurd en dat zal ik nu even voorlezen. Lieve familie, vrienden, kennissen van net. De laatste keer dat ik net sprak, was hij nog over. Elk telefoongesprek beëindigde ik met net of hij blij was. We zaten hij bij en wij urenlang te bellen met elkaar. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de media en de donor van in de kader van voorlichting, personen. En bij hen worden bijzonderheden. Krakken en Zema en de deelnemers, politiek, onze kinderen en de huisarts Tiana, die zowel hij als ik een warm hart kunnen dragen. Net kwam ik 2003 bij Krakken en Zema werken als vrijwilliger in de functie van GDR. Geheel vrijwillig zette hij zich in voor onze ouderen die aan de mens lijden. Hij ondersteunde hen bij de psychomotorische therapie. En dan hadden de ouderen en de kinderen met hen op. Iedereen was weg van hem en de mensen waren altijd blij als hij er weer was. Ook met onze mantelzorgers wist hij gedurende het jaar een bijzondere band op te bouwen. In de loop der jaren hebben wij een bijzondere band met elkaar weten op te bouwen. Ook hebben wij samen enkele cursussen gevolgd. Net was een vrijwilliger puur zat. Hij nam op zijn eigen bescheiden manier met enigegene de reis voor. Als ik aan hem denk, zijn er veel eigenschappen te noemen die hem typeren. Bruggenbouwer, netwerker, bescheiden, verzamelaar, vergevingsgezin, vaderliefde, ook voor de thuis, liefde voor eten, maar vooral liefde voor zijn medemens. Net was niet gaan paardragen. De mensen die hem gekwetst hebben in het verleden, daar kon hij nooit lang boos op blijven. Hij zocht toch steeds de dialoog op. Dit heb ik als een van zijn meest bijzondere eigenschappen ervaren. Voor Kaka en Silla en mij persoonlijk heeft hij veel gedaan. Elke activiteit, hoe klein ook, wist hij weer onder de aandacht van de media te brengen. Zelfs als ik dat maar een gewone activiteit vond. Hij heeft mij in contact gebracht met mensen die later heel belangrijk voor mij en het ontmoetingscentrum zijn geworden. Met zijn meegaan, beste mensen, verliest de Surinaamse gemeenschap een grote bruggenbouwer.
relatie kunnen. Zoals wij zo vaak gesproken hebben, moet je eerst meegaan voor je wil doen en weer eer wie je toekomst krijgt. Hopelijk maakt jouw heengaande aanwezig niet bewust dat het tijd wordt de mensen te leren als ze er nog zijn en niet als ze er niet meer zijn. Ik weet zeker dat je wil dat deze boodschap overgebracht wordt. Net, ik zal je missen, je eigenheid, bescheidenheid en je vermogen vergevingsgezien te zijn. Lobibana, rustig, in mijn hart leef je voor. De familie wil ik heel veel sterkte wensen. Daphne, Minanda en Daniela, jullie vader heeft veel van jullie gehouden. Anne Roos en Minanda.
is heel erg, maar hij houdt van peupjes om de dien. Dus hij is hier met u, zeker weten. Een kameraad, vriend waarmee hij is opgegroeid, die heeft gevraagd van hé, hey, ik wil toch iets zeggen. Geef mij 2 minuten tijd, laat ik mijn vriend en familie even bespreken. Verder goed hart. Beste aanwezigen, we hebben een grote vriend verloren. Voordat de muur richting de Asiana zou gaan, heeft hij mij gebeld en ik zei: Ferdi, hoe denk je erover? Ik heb hem gezegd: nee, maar zo riep ik hem: nee. Dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen. Denk erover na. En ik hoor weer van jou. 3 dagen daarna belde hij mij: Ferdi, ik heb met mijn broers en zusters gesproken en ze zijn allemaal mee akkoord gegaan. En dat stemt mij goed, omdat die drang van ons bij jou steeds Stula Huis Asiana, omdat ze opgroeit in de natuur. Maar we hebben bepaald niets meegemaakt, dus daar lag ons aan. En ik zal alles in het werk stellen. Nee, je naam, je hebt enkel een woord verdiend. Maar ze hebben je niet gegeven. Maar dat zal zorgen dat jouw naam, hoe het zal gebeuren, dat jouw naam ergens geschreven zal staan. Is het hier, in een van de lokale radiostations, of Suriname, Stubila of Huis Asiana. Maar jouw naam zal ergens geschreven staan. Op het gebied van muziek heb je ons die ondersteuning overgegeven. Steeds bellen voor een interview. Tijdens de prijsuitreiking 91 in Deventer, de culturele prijs, ben je dankbaar. Omdat door vele interviews en het optreden in het buitenland, internationaal, zowel nationaal, hebben we een bekendheid gekregen. Afgelopen zaterdag hebben wij als muziekformatie op onze eigen manier afscheid van jou genomen. We hebben de DVD-opname van 91 maart opgezet. En daarom zullen we even lachen. Want op een moment heb jij aan het volk gezegd van: mensen, we hebben een CD uitgebracht als groep. Maar de CD, wie de CD wil bemachtigen, kan voor een appel en een ei komen halen. En waarin de buurvrouw, zowel een schoonvrouw, ging naar huis en ze kwam letterlijk en figuurlijk met een appel en een ei. En ik kwam naar mij toe en zei: broer, wat moeten we doen? Ik heb hem gezegd: Adalu, jij hebt het gezegd, dan moet je de persoon het geven. Dus, vriend, broer, met zeg altijd: wie die man is trof van die Eulie, Krapti, ook de rest van de familie. Moeder, je weet het, als ik in Suriname ben, kom ik je altijd opzoeken en ik zal het blijven doen. Ik dank u. Ferdi, goed hart. En over acties gesproken, toen we een bericht op binnen kregen, dat we met één van hey, hey, sorry man, moet je iets terug doen man? Hey, je moet maar niet zomaar gaan. En voor de aanbestaande desnoods, maar voor één van zijn moeder, die moet dat gaan doen. En zo is het idee opgeofferd, om een actie op te zetten via radio. De luisteraars, ook mensen die mij nooit hebben gekend, ze voelden gewoon aan dat dit goed moet zijn, hebben geleerd. En de voorlopige dag heb ik hier en willen met 1 afstaan. Het is een dag van 1400 euro.
even om het gevoel te zien van jij, zo kan het ook. En ik weet zeker dat het goed komt, dus ik draag het over aan Purdy. En ik beloof u dat dit geld terecht op uw waarde hoort. Maar moet er ook die Aziana een keuze zelf heeft gemaakt. En zoveel nodig in huis Aziana. En ik wil dit geld gebruiken om iedere voorstander te schaffen voor huis Aziana. Want dit is zelf nodig. Ik wil u alvast bedanken en ik zeg dat hij naar Suriname en hij er persoonlijk voor zorg gaf en die iedere voor ze komen. We gaan verder met het programma en mij is gevraagd dat na afloop niet iedereen naar beneden moet. U wordt wakker ontzijn, u wordt ontzijn en dan is het aan de rekening. Maar u moet gewoon blijven zitten op uw plek. Iemand die ik heb leren kennen in het ziekenhuis. En ik vroeg me af van, ik ken u, maar goed, laten we kennis maken wie u bent van net. Dit is Xavier. Het is iemand die ik geen moment uit oog wil verliezen. Hij heeft veel vroeger tekenen. Ik ben goed op hem en ik blijf hier gelopen en steeds weer wanneer we de wangen zag je inderdaad dat ze er was. Haar naam is Irma Gartkomius. Ze is hier. Je rug borden en zeg het niemand niet, die kost je maar, dat schrok mij niet hoor.
ervoor te zorgen dat de vriendschap waardevast blijft, dit is een woord van net, er investeringen en offers nodig zijn. Een vriendschap die door de jaren heen niet aan waarde inboet, krijg je niet cadeau. Kortom, om vriendschap inflatie stevig te maken, is hard leven. Heb ik ook altijd. Mevrouw Buitenman, ik dank u dat u deze bijzondere mens op de wereld hebt gezet, waardoor ik hem 43 jaar geleden kon tegenkomen en vriendschap met hem kon hebben. In ruime mate aanwezig was.
En ik geloof dus dat dat veel meer is dan het materiële daar waar men voor zorgde. Hij, net zal het altijd bij ons zijn, als wij zijn voorbeeld volgen en ons vullen met die eigenschappen die door Daphne genoemd zijn en daar waar ik heb aangevuld. En dan zullen we merken, ik heb het gemerkt, dus die solidariteit onder de vrienden en kennissen van net. Gelukkig zal hij zijn daar waar zijn ziel zich hervestigt met deze eigenschappen. En de familie prijst zich gelukkig. Met uw ondersteuning samen, niet verstoten om namen te noemen. De vrienden, kennissen, organisaties. Radio Maat, laat me die toch noemen. Uw bijdrage en ondersteuning heeft ons gesterkt in de overtuiging dat wat God doet, wel bedaard is. En namens de families, net, de families van net, zijn kinderen met hun respectieve moeders, vaders, broers, zusters, oom, tantes, neven, nichten, dank ik u hartelijk alvast voor de ondersteuning die wij hebben mogen ervaren en dat ons gesterkt heeft. En ons heeft bijgedragen dat wij dit heen gaan van hen, want hij zal het altijd bij ons zijn. Dit heen gaan van hen, zijn lichaam kunnen dragen. Wij danken u.
Juna Brada Eduard Muis. Na zo? Vijf jaar na Alassi voor je Brada, nu agona trace voor universum, van je kan belichten. Alassi nou een bij die Alassi die, na zo die afamiri, maar nou Alassi die alibi makandra bij karesans abendu. Soso die demofina wang na ngadeng di bende na dunguru. Mi wanta gele desma sa kon kraka unti deja so wanta gele ng wilek famiri nanga wilek rokomang wanta gele desma dusun tron grantangi fu diden kon kraka wi diden jeng a alasta grani spesrutu brada Norman sang brada Netmuis tekelek eng brada apoti Brada Norman van Gom voor Radio Maart, apote in a stambom voor nu. En zo a dutu nang brada Glenn Godfried. Hi brada, suma na yo. Hi, ik ben Ronald Snijders. Muzikus, fluitist en ook schrijver. Ik ken net al een tijdje. En sami ben veel leuk voor net. Maar met afvoer belangstelling die jazz nang a creatief poko. Creatief tran aan poko, jazz, maar met op Miles Davis toe. En hij heeft me een aantal keren geïnterviewd. En het viel me op dat hij van mij had geïnterviewd. Altijd allemaal in actie. Want ik vaal het mooie vragen en open en eerlijk. Hij wil echt dingen weten en hij wil dingen begrijpen. Ja, lieve mensen, we hebben een hele belangrijke, dierbare broer verloren. En net heeft voor mij persoonlijk heel veel betekend. Ik zou iets korts over Netmuis willen vertellen. Net was een bijzondere mens. We hebben een bijzondere mens kwijtgeraakt. Hij was een eerlijke, oprechte mens. En een mens die van vrede hield. Lobby brother Nassa. Vanuit de laatste rostoepresie voor Pepo Tjabrada net gone presie. De laatste rostoepresie. Mijn normen van gauw met Taku Grantangi voor een bijdrage zou leveren. We leveren een fantastische bijdrage omdat nou brada sang verdienen toe. Trafas no de. Nou brada sang verdienen ook net vanaf nou we karing net de netwerker. Mino aptum si voor woord voor taki en woord no de voor tegen grantangi met taku grantangi voor de steun naar waardige brada die zei. Tekwan akis van waardig afscheid voor allemaal. En nogmaals, wat tam memre in nanga. Ala santang san deunu ati ete. Grantangi.